Hallo, vandaag is het Olympische dag. Olympische dag. Moet je daar nou bij tekenen? Toen bedacht ik me opeens die ringen van de Olympische Spelen. Dat blijft altijd lastig van welke kleur zit waar en hoe lopen die ringen door elkaar. Laten we dat eens even gaan tekenen. De verschillende ringen en hoe ze door elkaar lopen. Doe je mee? Ja, vandaag is de Olympische dag. Maar wat kan je daar nou bij tekenen? Nou zat ik zelf te denken, laten we die Olympische ringen eens tekenen. Want hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Hoe zitten die in elkaar? Misschien moeten we het eerst schetsen met een... ik heb hier even geen potlood. Laten we het even met een pen schetsen dan, heel zachtjes. Zo, één ring. Twee ring. Drie ring, vier ring en een vijf ring. Ja, en nou gaan we eens kijken hoe lopen die in elkaar, die ringen. Hè? Dit is één ring. En die loopt zo en dan hier doorheen. En dan tot daar. Zo. En dit is de gele ring. Dan hebben we erbij zetten geel. En dan hebben we hier een blauwe ring. Die loopt dus achter die en hier over de gele heen. Zo. Dan hebben we hier een zwarte ring. En die gaat zo. Zo. Nou, dit is de zwarte, dus die kunnen we eigenlijk gewoon zwart tekenen zo. Ja, dit was blauw. Blauw. En dan hebben we hier een groene ring. Hier hebben we een rode ring. Zo. Is een rode ring. En dit is een groene ring. Zo. Dus dit is rood. Het is altijd moeilijk om goed te kijken van waar, hoe lopen die ringen over elkaar. En dit is groen. Dus blauw, geel, rood en groen. En in het midden de zwarte ring. En dan is het even goed kijken hoe zijn ze geschakeld met elkaar. Ga zelf eens oefenen met die ringen. Het is eigenlijk een basissymbool, hè? Zo'n cirkel. En je mag dus best even eerst schetsen voordat je zo'n ring uittekent. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!